Nou, dames en heren, wat is het bijzonder om hier weer eens een keer te staan. Want ik realiseer me, toen ik hier naar binnen ging, dat het eigenlijk vorig jaar was dat ik hier voor de laatste keer zo een officiële bijeenkomst had. En het is wel heel fijn dat het weer kan. En dan uitgerekend bij deze gelegenheid. Dus ik vind het ongelooflijk mooi om u hier allemaal zo te zien. Zonder mondkapje, we zijn allemaal goed herkenbaar. Dus fijn om u hier allemaal te ontmoeten. En ik wil in het bijzonder welkom heten mevrouw Cornélie van Haarsma Buma, de jongste dochter. En op afstand groet ik ook mevrouw Mieke Armstrong van Haarsma Buma, die ook aanwezig is. En we nemen het ook allemaal op. Dus ik wil mensen die graag iets willen zeggen ook vragen om dat hier te doen via de microfoon. Dan is dat goed op afstand ook te volgen. Ik wil ook de heer Tjeerd de Boer van de stichting SNEEK 1940 en 1945 bijzonder welkom heten. En natuurlijk de auteur van het boek, André Vermeulen. En alle andere familieleden, maar ook betrokkenen die hier vanmiddag aanwezig zijn. Dames en heren. Voor deze bijzondere gebeurtenis van vanmiddag bevinden we ons in een heel toepasselijk gebouw. Want het is hier, in dit gebouw, dat Sybrand Marinus van Haarsma Buma, de hoofdpersoon van het boek dat vandaag wordt gepresenteerd, het ambt bekleedde van burgemeester van Wien-Britsradio. En aan de buitenkant is het gebouw niet veranderd, maar aan de binnenkant des te meer. Dat kunt u zien. Een paar jaar geleden is het gebouw grondig verbouwd tot wat het nu is. Het bestuurshuis van de gemeente Zuidwest-Frieslongen. En een aantal van u zit op de plek waar voorheen ook de raadzaal was. U kunt het aan het plafond nog goed zien. Dat was het gedeelte bij het raam. Dat is de oude raadzaal. En dat is de plek waar Sybrand Marinus van Haarsma Buma de vergaderingen van de gemeenteraad voorzat. En je zou kunnen denken dat zijn woorden nog resoneren in die voorgevel. Maar het is in ieder geval zo dat zijn woorden nog steeds een diepe betekenis hebben voor deze raadzaal. In de tijd van Van Haarsma Buma, eind jaren 30, was Friesland een lappendeken aan gemeenten. Alleen al het huidige grondgebied van Zuidwest-Friesland bestond toen uit 12 gemeenten. Met elk een eigen burgemeester en een eigen ambtsketen. En al die ambtsketens zijn zorgvuldig bewaard en ik mag bij elk publiek optreden kiezen welke ambtsketen ik ga dragen. Maar dit is mijn favoriet, dat kan ik zeggen. Deze is van Wien-Britsradio uit de periode 1984-2010. Het is een mooi exemplaar. En ik vind hem eigenlijk ook wel toepasselijk. De Van Haarsma Buma's zijn nauw verbonden met deze regio, met Zuidwest-Frieslongen. Voordat Sybrand Marinus hier burgemeester werd, was hij 8 jaar burgemeester van Staveren, toen nog met een E. Het huidige Stavoren met een O is nu 1 van de 6 steden in onze gemeente. En zijn zoon Bernard heeft ons in een van zijn laatste adviezen nog meegegeven op een indringende wijze. Maak nu een E van die O en ga weer de oude historisch correcte naam Staveren terugbrengen. Nou, dat hebben wij goed verstaan en we zullen zien wat de tijd ons brengt. Ik weet, dankzij de auteur van het boek, dat Sybrand Marinus in de jaren 30 graag burgemeester van Sneek zou zijn geworden. Vanuit Staveren solliciteerde hij op Sneek en de commissaris van de koningin in Friesland, baron van Haarsma Toesloten, gunde hem deze mooie promotie wel. Maar Sneek was in de jaren 30 vooral een ARP-gemeente en van Haarsma Buma was lid van de CHU. Bovendien, Binnenlandse Zaken in Den Haag had een stevige vinger in de pap en de zittende minister was ook een ARP'er. Ja, zo ging dat toen. Niet veel later zou Van Haarsma Buma dus toch een andere gemeente krijgen. Hij werd dan geen burgemeester van Sneek, maar wel in Sneek. Want heel bijzonder is dat dit raadhuis van Wien-Britsradeel in 1863-1864 niet in bijvoorbeeld Heeg, Schardegoutum of Woudsend is gebouwd,
maar in centrumplaats Sneek. Notabene aan de kop van de statige Marktstraat en op nog minder dan een steenworp afstand van het stadhuis van de grote buurgemeente. Maar ik moest het kort houden, dus ik ga maar niet in die geschiedenis duiken. Maar toch mag ik, als ik het heb over de verbondenheid van de Van Haarsma Buma's met Zuidwest-Friesland, de naam van Sybrands zoon Bernard niet ongenoemd laten. Bernard, die in juni vorig jaar overleed, werd wel burgemeester van Sneek. Van 1970 tot 1993. En daarvoor was hij 8 jaar burgemeester van Workum, nu dus ook Zuidwest-Friesland. En ook in dienstperiode speelde politieke kleur nog een belangrijke rol bij burgemeestersbenoemingen. Het was dé reden dat Bernard nooit solliciteerde naar het rode Leeuwarden, omdat hij daar als CDA naar eigen zeggen geen redelijke kans zou hebben gemaakt. En inmiddels weten we, dankzij Sybrand junior, kleinzoon van de hoofdpersoon van vandaag, dat Leeuwarden ook best door een CDA bestuurd kan worden. Geboren in Workum, dat dan weer wel. En ik wil graag mevrouw May Meurs het woord geven om verder onze ceremonie met de overhandiging van het eerste exemplaar ter hand te nemen. Mevrouw Meurs. Ja. Hartelijk dank, Janne Wietske. En hartelijk dank voor de goede ontvangst hier. Wat bijzonder dat we weer een presentatie kunnen hebben. Het is zo lang geleden. Ik ben May Meurs van Walburg Pers, redacteur. Een uitgeverij, Walburg Pers, met een groot historisch fonds. Veel boeken over de gloriedagen van de Gouden Eeuw, maar ook de zwarte periodes zoals de kolonisatietijd en de Tweede Wereldoorlog. En verheugd ben ik vandaag dat ik ons nieuwste boek mag presenteren. Hier staat het. Pionier van het verzet van André Vermeulen. Ik ben ook moeder van onder andere een 16-jarige dochter. En zij is woke. Vrij vertaald betekent dat wakker. Alles legt ze langs een morele meetlat en altijd let ze op of we elkaar wel genoeg ruimte geven en respecteren. Zij is een van de vele wokies. Woke is op dit moment cool onder jongeren. Woke wil je zijn tegenwoordig. En dat kan je gelukkig ook zijn vandaag. Want er is vrijheid en dus is er ruimte voor gelijkheid en broederschap. Al zou mijn dochter dit laatste liever genderneutraal noemen. En ik mag trots op haar zijn, op haar morele kompas. Maar hoe zullen deze wokies handelen als het er echt op aankomt, vraag ik me wel eens af. Wat doen ze als ze echt onder druk komen te staan? Kun je dan op ze rekenen? Ongetwijfeld waren begin 1940, toen Nederland nazificeerde, ook vele mensen wakker en alert. En hadden zij hun bedenkingen bij de vele veranderingen en wilden zij zich uitspreken. Maar slechts enkele handelden ernaar en kwamen in protest. Je kon je maar beter aanpassen aan de nieuwe orde, een beetje meebewegen en je gedijst houden. Dat gold in ieder geval ook voor zo'n 200.000 ambtenaren en onder hen meer dan 900 burgemeesters. Slechts een handjevol ambtenaren kwam meteen aan het begin van de oorlog in enige vorm van verzet. En onder hen waren er maar 4 van de, let wel, ruim 900 burgervaders die zich niet neerlegden bij het nieuwe gezag. Sybrand Marinus van Haarsma Buma was één van die weinigen. Sterker, hij was de eerste van de burgemeesters. De eerste die niet boog en zich durfde uit te spreken. En al in mei 1940 de verzetsgroep het Legioen Oud-Frontstrijders hielp oprichten. Een pionier dus. Een onkreukbaar mens. Een man die met zijn daden geschiedenis heeft geschreven. Heel opmerkelijk is het dan ook dat de geschiedenis niet veel over hem heeft geschreven. Tot op de dag van vandaag is er eigenlijk weinig over hem bekend. Hebben weinig historici zich in hem verdiept. Hier en daar is er wel een passage te vinden in een boek over de Tweede Wereldoorlog. Of soms vind je iets op internet, slechts een summiere biografische aantekening. Maar het is moeilijk iets uitgebreids over hem te vinden. En wat is het dan ook bijzonder dat jij, André Vermeulen, vandaag deze man, deze bijzondere man, recht doet en hem met een uitstekende biografie een welverdiende plaats geeft in de geschiedschrijving. In jouw levendige portret,
Het goed geschreven boek vereist een standsbewuste man, zich bewust van zijn bevoorrechte positie in de samenleving op grond van afkomst en geboorte. Maar hij liet zich daar niet op voorstaan, in die zin dat hij daar zijn voordeel mee zou doen, voor zijn eigen gewin dus. Integendeel, in Pionier van Verzet ontmoeten we een man die juist dankzij zijn privileges vond dat hij dienstbaar kon en moest zijn. Er moest zijn voor de mensen die minder teweeg konden brengen. En daarvoor was hij bereid het hoogste offer te brengen. Hij werd al in mei 1941 gevangen gezet en stierf eind 42 als jongeman van 38 jaar in Neuengamme. Omdat hij een man was die zijn verantwoordelijkheid nam, onbevreesd en zich heldhaftig durfde op te stellen, trouw aan zijn gemeenschap en aan zijn vaderland. Verantwoordelijk dus. Of het nu ging om de grote zaak of de kleine futiliteiten. En om het maar even te vertalen naar deze tijd, ik kan me niet voorstellen dat hij in, laten we zeggen, coronatijd bijvoorbeeld een vakantiereis naar Griekenland zou boeken. Een borstbeeld kreeg hij al, en terecht, meteen na de oorlog in 1947. In brons is zijn gelaat heel precies waar te nemen. Een mooi beeld. Maar een gelaat alleen zegt ook niet alles. Je zou meer van hem willen weten. En met jouw boek, André, komt hij nu tot leven. Leren wij hem kennen en zien wij een inspirerende en verstandige man die velen, ook in deze tijd, tot voorbeeld zou kunnen dienen. Met jouw boek heb je voor hem een nieuw en waardig monument opgericht. Met Pionier van het Verzet zal Ines van Haarsma Buma zijn plek in de geschiedenis weer terugkrijgen. Een plek die hij verdient. Graag wil ik hier danken de Van Helema Stichting en het Herbert Duintjer Fonds voor het mogelijk maken van dit prachtige boek. En ook dank ik uiteraard jullie, gemeente Zuidwest-Friesland, voor de presentatie. En in het bijzonder jouw Griet, moet ik zeggen. En ik geef nu graag het woord aan André. Dankjewel, May. Vorige week, dames en heren, ben ik voor het eerst in lange tijd naar de bioscoop geweest. Een Nederlandse productie die al een tijdje op de plank lag, maar ja, in verband met corona natuurlijk niet gedraaid mocht worden. Welke film hebben we het over? We hebben het over De Slag om de Schelde. Als wij in Nederland praten over oorlogshandelingen tussen 40 en 45, gaat het meestal over drie dingen. Het gaat over de meidagen en de gevechten op de Grebbeberg. Het gaat over het bombardement op Rotterdam. En het gaat vooral elk jaar over de slag om Arnhem, die de geallieerden op een vreselijke manier verloren. De slag om de Schelde had veel meer slachtoffers, zowel onder de geallieerden als onder de Duitsers en zeker onder de burgerbevolking. Die duurde ook veel langer en had veel meer importantie, want door die slag te winnen hebben de geallieerden de haven van Antwerpen vrij kunnen krijgen, vrij kunnen maken voor de aanvoerlijnen naar de legers verder Europa in. Dan zullen ze zich misschien afvragen, ja, waar gaat dit over? Nou, het bruggetje is deze. Toen ik de bioscoop uitliep, toen dacht ik, ja, als je nou kijkt naar Sybrand Marinus voor Intimi, Ines van Haarsma Buma, dan zie je eigenlijk de volgende parallel. Hij was, zoals May al aangaf, de eerste burgemeester in Nederland die zich niet wilde neerleggen bij het Duitse gezag. Die zeker niet van plan was om mee te werken aan een integratie van de Nederlandse bevolking in het grote Duitse Rijk. En dat ook gewoon duidelijk uiten op allerlei podia in die tijd, in deze provincie. Na de bevrijding van 1945 was ineens half Nederland in het verzet geweest. En uit die hele grote groep waren een aantal mannen en ook vrouwen
vooral mannen, die op het schild werden gehesen. En tot de dag van vandaag eeuwige roem genieten als geweldige verzetsheld. Daar zaten wat mij persoonlijk betreft nogal veel mensen tussen die weliswaar heldhaftige dingen hadden gedaan. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een groepje Engelandvaarders dat in Londen terechtkwam en in de entourage van koningin Wilhelmina vertoefde. En inderdaad na een pilotenopleiding bij de RAF bombardementsvluchten uitvoerde boven Duitsland. Dat is natuurlijk tricky business, maar verzet is iets anders. Dus even weer terugkomend op die slag om de Schelde en de slag om Arnhem. Die verzetsmensen die na de oorlog op het schild werden gehesen, dat is een beetje de slag om Arnhem. En wat mij betreft is Ines van Haarsma-Buma de slag om de Schelde. Hoe kwamen we er eigenlijk toe om dit boek te produceren, te fabriceren? En dat ging als volgt. Ik had 3 jaar geleden een telefoongesprek met een vriend van mij, die werkt hier voor de gemeente, Louis Westhoff. Hij zit daar links van mij. En op een gegeven moment zei Louis, ja, ik ben bezig met het organiseren, of in ieder geval, we gaan het borstbeeld van de grootvader van Sybrand Buma uit het stof halen in het gesloten gemeentehuis van Eilst. En dat gaan we weer een plek geven in het vroegere gemeentehuis van Wimbrisseredeel. Ik zei, oh, de grootvader van Sybrand, ja, die ken ik nog uit de jaren 90, toen hij nog fractiemedewerker was bij het CDA in de Tweede Kamer. Later Kamerlid, nog later fractievoorzitter. Ik zeg, was zijn grootvader ook burgemeester? Ja, dat was hij ook. Oh. En wat is er dan met hem gebeurd? Ja, die is door de Duitsers te pakken genomen en uiteindelijk bezweken in een concentratiekamp. Is daar ooit iets over geschreven, vroeg ik aan Louis. Nou, niet dat hij wist. Nou ja, afijn, we hebben daar uiteindelijk via de gemeente is daar de stichting Sneek 1940-1945 bij betrokken geraakt. Van Tjeerd de Boer, voormalig voorzitter. En na een serieus gesprek is besloten om een start te maken met het onderzoek naar het leven van Ines. In die fase dacht ik zelf, maar ja, dat wordt een boekje van 60, 80 bladzijden misschien. Want hoeveel is er over de man te vertellen? Maar wat bleek nou? In Tresor, in het provinciaal archief in Leeuwarden, daar ligt niet alleen een vrij omvangrijk familiearchief, daar gedeponeerd door Ines' zoon Bernard, de vader van Sybrand dus. Maar er liggen ook nog veel meer documenten over die periode en ook over Ines van Haarsma-Buma en over de commissaris van de koningin uit die tijd. Kortom, er was heel veel leeswerk te doen. Verder waren er veel dagboeken. Dagboeken van de weduwe van Ines. Dagboek van zijn vader in Den Haag. En er was een correspondentie tussen Ines en zijn jongste broer Willem. Correspondentie is misschien een heel groot woord, want Willem was 4 of 5 jaar toen dat begon met ansichtkaartjes. Maar het is wel doorgegaan tot kerstmis 1940. Dus we hebben het over een periode van pakweg 18 jaar. Ik had het net al even over. Nee, daar had ik het niet over, daar ga ik het nu over hebben. Hessel Jaasma, archivaris van deze gemeente, die heeft op enig moment op een naargeestige koude dag in december voor mij het gesloten gemeentehuis in Eilst geopend en daar de stukken over de geschiedenis van Wimbrisseredeel uit de gewelven naar boven gehaald. En daar was niet heel erg veel te vinden, maar er was toch één klein feitje, niet heel belangrijk, maar toch aardig. Een feitje waar Bernard en ook zoon Sybrand niet van op de hoogte waren. Wat was het geval? Ines die werd voor de tweede maal definitief gearresteerd op 7 mei 1941 in een café in deze stad. Op de plek waar nu een groot gebouw van ABN AMRO staat. Maar waarom werd hij eigenlijk gearresteerd? Ja, hij mocht niet samen vergaderen met zijn wethouders, want hij was inmiddels al ontslagen als burgemeester. Maar waarom zaten de heren daar dan? Nou, wat blijkt nou? Op 8 mei, de volgende dag, was er gewoon een gemeenteraadsvergadering. En die zaten de heren daar natuurlijk voor te bereiden. Mocht niet, oké, maar dat was dus de reden om daar af te spreken. Dat hij daar werd opgepakt door de SD,
door nota bene twee Nederlandse collaborateurs die bij de SD in dienst waren genomen als tolk. Ja, dat is natuurlijk verraderswerk geweest, maar ik ben er niet in geslaagd om uit te vissen wie dat nou precies is geweest. Dat zal in de hoek van de NSB gezocht moeten worden, vermoedelijk. Maar het is verraderswerk geweest. Bernard, die vorig jaar, bijna precies een jaar geleden, ik meen dat het de 26e juni was, plotseling overleed. Ja, die had dit natuurlijk heel graag mee willen maken. Het is verschrikkelijk jammer dat het niet meer kan. Aan de andere kant, ik heb wel de gelegenheid gehad om bij leven 3 maal heel uitvoerig met hem te praten. Bij hem thuis in Leeuwarden. En ja, ik moet zeggen, hij heeft alles op tafel gelegd wat hij nog kon vinden in de boekenkast en in het bureau. Want hij had niet alles naar het archief gebracht in Leeuwarden. Er waren ook dingen die hij toch nog liever onder zich hield. Dus dat is eigenlijk allemaal nog helemaal goed gekomen, gelukkig maar. Waar zijn we? Ja, waarom is Ines eigenlijk überhaupt gearresteerd en 16 maanden in Scheveningen in het Oranje Hotel neergezet? Illegale activiteiten die hij ontplooide, al vanaf de zomer van 1940, daar wist de SD niets van, merkwaardig genoeg. Hij heeft dat dus op zich goed onder de radar weten te houden. Zijn arrestatie en zijn lange opsluiting heeft dus gewoon te maken met de omstandigheid dat de Duitsers hem eigenlijk maar een lastpost vonden. Die niet mee wilde werken met waar Seyss Inquart opdracht toe had gegeven. En dat ook, wat ik net al zei, luid en duidelijk verkondigde. Niet alleen de gemeenteraad, maar ook op bijeenkomsten van de CAU, waar hij al nauw bij betrokken was. Dus ja, dat ging de Duitsers te ver. Maar het was net niet ver genoeg om hem meteen zwaar te grazen te nemen. Het feit dat hij zo lang in Scheveningen heeft gezeten, 16 maanden, dat is een record. Want de meeste mensen gingen na 6 weken naar huis of naar Amersfoort of meteen naar een concentratiekamp. Heeft vermoedelijk te maken met een soort van onverschilligheid aan de Duitse kant. Dat ze, nou ja, ik zou niet zeggen dat ze hem vergeten waren, maar het was ook niet belangrijk genoeg om hem op een andere manier te treffen. Ik zal het ook niet te lang maken, dus ik ga naar een afronding. Het CDA maakt hele zware tijden door deze dagen. Dat zal Siebrand met leden ogen aanzien. En waar gaat dit nu weer over? Nou, hier komt het bruggetje. Grootvader Ines, die was, zoals ik net al zei, in de jaren 30 nauw betrokken bij de CHU. En die was toen al een groot voorstander van een vergaande politieke samenwerking tussen de CHU en de ARP. Niet met de toenmalige KVP of RKSP heette die, geloof ik. Dat was nog een brug te ver. En dat het een brug te ver was, dat kun je ook aflezen aan een anekdote die ik ergens heb opgedist. En die gaat als volgt. In die tijd schreef iedereen nog met inkt, hè? Je had een vulpen of je had een kroontjespen. Dus je had ook potjes inkt nodig. Nou, dan had je in Nederland in die tijd 2 fabrikanten. Althans, er zullen er meer geweest zijn, maar 2 grote. U zult zich die namen nog wel herinneren. Talens en Gimborn. En Talens, dat was een fabrikant van inkt in Apeldoorn, een goed protestants. Gimborn, dat was een producent van katholieke inkt, zou je kunnen zeggen. En dat kwam er, dus Marca, de weduwe van Ines, ja, die had niet eens een keus. Het was heel duidelijk, het werd gewoon altijd Talens. Want we gaan natuurlijk niet met katholieke inkt schrijven, dat kan niet. No way. Beslist. Net. Tot zover mijn bijdrage. We kunnen nu 2 dingen doen. Ik wil het boek aan 4 personen hier uitreiken. Maar het is ook nog zo dat Siebrand. Ik dacht dat jij al ging uitreiken. Nee, er is in de Verenigde Staten een iets ouder zusje van Cornelie van Haarsma-Buma. Die had hier graag willen zijn. Zij heeft de Amerikaanse nationaliteit en kreeg van de consul in New York geen toestemming om naar Schiphol te vliegen. Dus er is een live verbinding, heb ik begrepen. Nu is het de vraag, dat weet ik zelf ook nog even niet, of Mieke haar bijdrage
zelf of dat Siebrand de bijdrage die zij heeft geschreven even voordraagt. En na afloop daarvan kan ik dan de eerste exemplaren uitreiken aan mevrouw de burgemeester, Cornelie van Haarsma-Buma, Tjeerd de Boer en Siebrand van Haarsma-Buma. Mevrouw de burgemeester, geachte aanwezigen, lieve Mieke, op het scherm recht tegenover mij. En Rudolf en Tamara, ook op het scherm aanwezig. Ook Rudolf, de oudste kleinzoon van mijn grootvader. Ik lees dus de mail voor, de brief voor van mijn tante Mieke. Niet helemaal, want hij is iets langer dan de tijd mogelijk maakt, maar ik begin daar toch mee. En zij schrijft: vandaag komen wij allen bij elkaar om de geboorte te vieren van Pionier van het Verzet. Een prachtig, fijngevoelig boek met voor de lezer veel openbaringen. Geschreven en samengesteld door de, en dan moet ik dat uitspreken zoals ik het zie, unique schrijver André Vermeulen. Want dat staat er met U-N-I-Q-U-E. De unique schrijver André Vermeulen. Ik wil graag de burgemeester, mevrouw Jannewietske de Vries, heel hartelijk bedanken voor haar initiatief om dit boek tot ontplooiing te brengen en voor al het werk dat ermee verbonden is. Ook oneindig veel dank aan meneer Tjeerd de Boer, oud-voorzitter van Stichting 4045. Hij heeft ervoor gezorgd dat onze moeder genoeg eten op tafel kon zetten voor haar 4 groeiende en studerende kinderen. De woorden Stichting Sneek 1940-1945 is in ons geheugen geprent. Dan gaat mijn diepe respect en dank uit naar André Vermeulen, schrijver met een gave als meesterlijke raconteur. Dat moet nog wel op de tweede druk, moet dat dan zo bij de commentaren. Toch, Mieke? André maakt er met zijn prachtige woordenkeus en stijl iets positiefs van. My heartfelt thank yous. André heeft mijn broer, mijn zusje, andere familieleden en mijzelf meerdere keren geïnterviewd. Voor mij speelde dat zich af in een hotel op Schiphol. Natuurlijk ook veel dank aan de, en dat spreek ik ook weer, denk ik, op zijn Engels uit, Wahlberg Press. Want er staat Press, hier vertegenwoordigd door mevrouw May Meurs. Ik wens u allen een snelle uitverkoop en meerdere herdrukkingen. Dan mijn zusje Cornelie. Het valt niet mee voor jou om hier vandaag alleen te zijn, maar het hele gezin zweeft als engelen om je heen. Tot zover mijn tante Mieke. Oké. Mag ik dan het eerste exemplaar van Pionier van het Verzet aan mevrouw de burgemeester overhandigen? Dank u. Alsjeblieft. Dank u. Ik zal hem even zo houden. En nog een eerste exemplaar aan Cornelie van Haarsma-Buma. Als jongste dochter van de hoofdpersoon in deze biografie. Tjeerd de Boer. Mag ik u het derde eerste exemplaar uitreiken? En dan Siebrand, kleinzoon, vernoemd naar zijn grootvader. Dank u wel. Veel dank. Oké. Hartelijk dank. Ja, het was lengte van Siebrand, die moeten we niet hebben. Lieve burgemeester. Ja, ik vind het werk geweldig. En geachte aanwezigen. Het eerste kwart van mijn speech
kan ik meteen de prullenmand ingooien. Want Mieke, mijn zusje, dat Miek, heeft woordelijk gezegd wat ik opgeschreven had. Dus dat is heel prettig, het duurt wat korter. En dan kan ik een andere kant weer langer maken. Dus al het bedankjes aan iedereen, tot en met achter mij mee, zijn uiteraard ook uit mijn hart gegrepen, maar ik ga ze niet herhalen. Mijn ouders kregen 4 kinderen. 2 van hen, mijn broer Bernhard en mijn zusje Georgine, zijn overleden. En mijn zusje Mieke woont in Amerika en heeft alles op alles gezet om hier te komen. Maar de coronarestricties van de Amerikanen waren te slecht, ze kon niet komen. Heel jammer, Mieke, maar je bent er nu. In de eerste dagen van maart 1940 kwam mijn vader, de burgemeester van Limbretsradeel, op de secretarie van zijn gemeente hier beneden om de geboorte van zijn 4 kind aan te geven. Ik. Na het aangeven kwam het aanzeggen. Een aanzegger stelde de bewoners van een dorp huis aan huis op de hoogte van de geboorte of een overlijden. Hij droeg een zwart pak, dat was in die tijd meestal zijn trouwpak. En bij het aanzeggen van een geboorte droeg hij witte handschoenen en bij een overlijden zwarte handschoenen. Dus als je vanuit de verte de aanzegger aan zag komen lopen, wist je of het een blijde boodschap was of een droevige. Ik herinner me ook vaag dat moeder heeft verteld dat zij vaders overlijden in de hele gemeente, in elk dorp, heeft laten aanzeggen. Let wel, er waren in die tijd op het platteland nog nauwelijks telefoons. Dat waren zware bakkelieten apparaten die doorgaans in de gang hingen. Als je wilde telefoneren, draaide je aan een slinger. Ik heb dat nog meegemaakt bij mensen. En dan bereikte je de telefoniste die de verbinding tot stand moest brengen aan zo'n heel groot bord met pluggen en die stekkertjes aan het draadje die ze dan door overal, hè, links en rechts. U hebt het vast wel eens op een oude film gezien. Nee. En dan had ze uiteindelijk verbinding met de andere kant die opgebeld werd en dan kon je samen praten. Als tijdsbeeld vergeleken bij nu met alle mobieltjes en alle nog modernere apparatuur. Ruim 3 maanden na mijn geboorte werd ik in de kerk van Isbrechtum gedoopt. Vader fotografeerde allerlei familieleden met de dopeling. Totdat dominee Wagenaar tegen vader zei: nu moet jij met jouw gezin op de foto. En hij nam het toestel van hem over. Wat zijn wij hem daar achteraf dankbaar voor. Het is de enige foto van ons voltallige gezin. Deze foto staat ook in een vitrine van het Verzetsmuseum op de bovenste verdieping van het Fries Museum op het Saailand in Leeuwarden, met als bijschrift de laatste foto van de familie. Maar het is zelfs de enige foto. Ik moet dat nog een keertje doorgeven. De dominee gaf mij als doopcadeau deze broche met het wapen van Nederland. Het wapen van Nederland erop met de 2 omziende leeuwen. En het opschrift Concordia res parve crescunt. Een verzetsboodschap. Achterop is de datum van 16 juni 1940, 5 weken na de Duitse inval. En de vertaling is ook erin gegraveerd: eendracht maakt macht. Dus mijn eerste verzetsdaad is het accepteren van deze penning. Ook de enige overigens. De gegevens en feiten, boven water gehaald door André Vermeulen, samen met de herinneringen van mijn broer Bernhard, mijn zusje Mieke, ikzelf en een aantal andere familieleden, hebben een vrijwel compleet beeld opgeleverd van wat vader voor de oorlog en tot mei 1941 heeft ondernomen. En dat is nu allemaal te boek gesteld. Heel veel dank. Graag de aanwezigen.
voor hen die mij kennen, weet dat dit een opdracht is. Allereerst, sorry, een kleine correctie op de mij toegedachte titel als oud-voorzitter van de stichting SNEEK 1940-45. Ik was slechts penningmeester. Maar in dit specifieke geval misschien toch van nut geweest. Ook het woord oud geeft de gelegenheid tot reflectie. Niet alleen om leeftijd aan te geven, maar vooral om wat is geweest. En ik ben met... toch een stukje verlegenheid als ik hoor wat de stichting heeft mogen betekenen. Een aantal dingen. Weet je, het wordt persoonlijk gericht en dat ontroert je. Een klein stukje nog uit de historie. Medio 2018 werden de eerste contacten gelegd over een mogelijke uitgave van het thans uitgebrachte boek. Iedereen binnen de gemeente Zuidwest-Friesland weet dat als je iets wil met betrekking tot het ge- en herdenken van de Tweede Oorlog, dat je dan bij mevrouw Griet van der Veen terechtkomt. Ik wil niemand tekort doen. Maar onze samenwerking, excellent. Half woordje, genoeg. Fijn dat ik nu de gelegenheid ook mag en kan nemen om mijn erkentelijkheid daar vooruit te spreken. En dat zij dan soms financiële kanalen weten vinden, het is begrijpelijk. Dank. Niet onvermeld mag blijven dat het de nodige inspanning heeft gekost. En vooral, en ik heb van een aantal mensen begrepen dat ze het heel goed opgepikt hebben. De stichting SNEEK 1940-45. En in SNEEK een naam mag hebben die zelfstandig kan bestaan ten opzichte van de landelijke stichting 40-45. Ik dank u allen dat u naar mij hebt willen luisteren. Maar de eer komt toe wat de stichting van tevoren in het geslacht boven ons heeft mogen regelen. En ik dank u zeer voor het exemplaar wat ik in ontvangst mocht nemen. Nog een gezellige middag. Hartelijk dank, meneer de Boer, mevrouw de burgemeester. Nou. Ik heb eigenlijk niet zo veel meer toe te voegen. Ik ben erg gelukkig met het feit dat het boek er is en dat het geboekstaafd is. Dit bijzondere leven en dat op deze plek heeft mogen gebeuren. Daar ben ik dankbaar voor en de bijdrage ook die u allemaal meegeeft. Dat doet goed en dat geeft ook diepte aan de bijeenkomst. Dus dank daarvoor. En ik denk dat dit een hele mooie middag op deze wijze is geweest. En ik wil ook iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat dit boek heeft kunnen verschijnen. En er zitten veel mensen in deze ruimte die dat mogelijk hebben gemaakt. Dus dank daarvoor. En ik stel voor dat we nog even napraten, want het is ook een beetje een reunie. Hè? We zien elkaar weer eens even. En dat is de moeite waard. Dus neem vooral de tijd daarvoor. Dus dank u wel. Hartelijk dank. Ik wil graag nog zeggen, wij gaan nu hier, denk ik, Gietje. Wij blijven hier, toch? Gaan hier, ja, gaan, kunnen nog een borrel nadrinken. En ik wil graag zeggen dat het boek hier ook is. Het is hier ook te krijgen. Ik zal het hier op de tafel neerleggen en u kunt het bij mij kopen. Oké.